Wij zijn echt niet goed hoor, dat wij hier nieuws stellen. Want ik had hier zo mega verzin in. Kiosje met allemaal sieraden. Ik vind dat van jou nog goor uitzien. Het is vandaag woensdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag lekker op pad met Zoe om foto's te maken. Althans, ijs en ijskoud buiten. Gisteravond ging ik op de scooter naar stand. Als ik echt de joggingspak aan, dikke jas, mijn moonboots eronder, mijn dikke handschoen aan. Het is nu -3 graden en het voelt aan als -9. Dus, maar goed, het is wel droog, zonnetje schijnt wel, dus dat is wel lekker. Ik heb eventjes een ontbijtje gemaakt weer. Meiswafels met kalkoenfilet en een gekookt eitje erop. Vind ik echt heel lekker. Ik ga het even opeten en dan ga ik me zo eventjes rustig aan klaarmaken. En oh, ik heb gisteren gesport en billen en benen gedaan. Maar er zit echt even iets niet helemaal goed bij mijn bilspier. Ik weet niet wat het is. Maar zoveel pijn ook als ik zit. Er is maar een bepaalde houding dat het niet pijn doet. Maar goed, ik ga dit eventjes lekker opeten. Crackertjes zitten erin. Het is tijd om wat van dit gezicht te maken. Ik ben dus ook de laatste tijd echt heel erg aan het denken wat voor content en zo ik kan maken op YouTube, maar ook op Insta natuurlijk, maar ook op YouTube. Want soms heb ik het idee dat jullie gewoon de soort makkelijkste video's het leukst vinden. Dus een mukbang of een shoplog of dat soort dingetjes. En dat wanneer... Ik heb toen een keertje, echt wel heel lang geleden, had ik een keer een soort self-care Sunday video gemaakt. Nou, daar zat echt super veel werk in. Echt hele zondag mee bezig geweest. En ik had nou niet echt het idee dat die soort van beter werd ontvangen dan bijvoorbeeld een shoplog of zo. Dus ja, dan vraag ik me soms af, vinden jullie het wel leuk om nieuwe dingen te zien? Of zijn jullie gewoon content met de standaard dingen, zeg maar. Snap je wat we doen? Beetje lastig uitleggen, maar ik denk dat jullie me wel begrijpen. En ik ga natuurlijk in april. Waar is mijn foundation? Hallo. Ik heb hem. Wat wil ik zeggen? Ik ga natuurlijk wel begin april, dus over 3 maanden, met keer naar Curaçao. En daar heb ik echt zo mega veel zin in. En ik wil daar ook weer gewoon lekker vlogs en zo gaan maken. En dat is natuurlijk ook gewoon de perfecte plek om content voor Insta en zo te maken. Zoals ik zeg, dat is over 3 maanden. En in die tussentijd moeten we natuurlijk ook wat. Dus dat vind ik wel een soort lastig of zo. Dus als jullie nou nog ideeën hebben of dingen hebben die jullie graag willen zien. Of wat jullie meer willen zien. Of ik denk dat er heel veel reacties gaan komen van mensen die gaan zeggen meer sport. Maar dat vind ik wel een soort van lastig of zo. Want ik ben echt een te awkward persoon om in de sportschool te gaan filmen. Ik ben ook helemaal niet zo'n fit girl die dat zou moeten doen. Ik denk niet dat jullie allemaal een voorbeeld aan mee moeten nemen. Dus dat vind ik best wel lastig. Van, ik zou er wel wat meer over willen delen, maar ik weet niet zo goed op wat voor manier. Want ik wil ook niet te veel erover delen, omdat je mensen ook soort van weer kan beïnvloeden of een slecht gevoel kunnen geven als ze dingen op internet zien of zo. Ik vind de sport gewoon best wel een soort lastig onderwerp, want mensen kunnen er motivatie uit halen, maar mensen kunnen er ook weer onzekerheden uithalen als bijvoorbeeld andere mensen zien sporten. En ik heb dat zelf ook. Als ik zelf een week niet ben gaan sporten en ik zie opeens op Insta dat iedereen die week heel veel gesport heeft, ja, dan voel ik me echt heel slecht. Want dan denk ik, wel iedereen heeft gesport en ik niet. En waarom doe je dat nou niet? En je moet ook sporten. En ik weet niet waar dit serieuze gesprek opeens vandaan komt. Maar goed. Ik ga even mijn make-up verder afmaken. En dan even wat outfitjes bedenken, want dat heb ik dus nog niet. Ik ben klaargemaakt en al. Ik ga weer mijn dikke jas aantrekken en door de kou heen. Hier een hele grote tas die meegaat. Want anders zit niet zo heel veel in, maar winterfoto's met winterkleding neemt gewoon veel ruimte in beslag. En ik neem nog deze tas mee van Polena. En deze sjaal van Lovies. Dus ik ga mijn spullen aantrekken. En dan richting de stad en dan komt Zoe er ook naartoe. Oh jongens, het is zo koud. Het is echt. Wij zijn echt niet goed hoor, dat wij hier. Kijk maar wat ik ga doen nu, hè jongens, let op. Maar ik dacht uit ook van, er komt een zonnetje en het is bijna nooit meer zon. Bijna nooit veel zon. Nou, de hele week is het best. Ja, kijk dan hoe ik hier maar sta. Maar dat betekent wel dat het koud is. Kan toch niet? Ik ga kijken, gevoest en temperatuur. Oké, het is op dit moment -1 en het voelt aan als -6. Ja, zo voelt het wel, ja. Oh, kijk.
We zijn eventjes in de parkeergarage waar jullie er ook even aan het omkleden. Aangezien het hier en iets minder druk is en ietsje warmer. Maar het is alsnog ijskoud. Ben je echt vergeten? Hè? Ben je vergeten? Nee, dat kan. Nou, zie je. Ik vind dat van jou nog goor uitzien. Het kwam aan en toen dacht ik, oh, wat is dat van mij? Je hebt tonijn. Ik heb mortadella. Lekker. Oh, ik ben terug thuis en ik heb het zo mega, mega koud. Er is een pakketje binnengekomen, want in mijn vorige week vlog konden jullie zien dat ik wat dingetjes bij Omoda had besteld, maar ik had nog wel budget over. Dus ik had aan mijn moeder gevraagd of zij nog wat had gezien. En zij wil heel erg graag deze blazer van Alex. Deze geruiten met van die kopjes en zo erop. Dus ik ga natuurlijk vanavond naar haar toe, dus dan neem ik die mee. Er zit ook nog een Omoda tas bij. Ik ga even lekker op mijn telefoon de foto's kijken. Kijken of er wat bij zit. Ik heb natuurlijk mijn haar niet gesteld en in een knot. Dus dan vind ik foto's sowieso al iets minder leuk. Maar goed, ik moet ook niet zo heel kritisch zijn. Maar goed, ik ga even die foto's bekijken. Even kijken of het iets geworden is. Beetje opwarmen en dan ga ik zo meteen richting mijn moeder. Het is vandaag donderdag en ik heb net even lekker gesport. Ik heb even mijn capuchon op, want mijn haar ziet er echt niet uit. En ik heb gelijk even boodschappen gedaan, want Keer die moet tot 4 of 5 werken en dan komt ze daarna hier gezellig eten. En ja, ik had nu ook trek. Dus ik heb eventjes deze proteïne maiswafels gehaald. En daar doe ik dan eigenlijk tegenwoordig altijd kalkoenfilet overheen. En dan met een gekookt eitje. Dus dat heb ik even gehaald, want dat is bijna op. Ik heb nog eventjes 2 van die Hypro sapjes gehaald. Dan voor na het eten vanavond met Keer dacht ik een lekker proteïne toetje. Ik weet niet of deze lekker zijn, maar ik zag dit dus op TikTok voorbij komen. Dus ik dacht, nou, dat gaan we proberen. En, oh ja, ik heb ook nog cottage cheese meegenomen. Dat vind ik ook heel erg lekker met kalkoenfilet. En Keer bleef dus vanavond eten. En ze had het dus over een groenteboer bij ons in de buurt. Dat ze hele lekkere van die verse pakketten hebben om op te warmen. Dus ik heb er 3. Dus ik heb er 3 meegenomen. Ook eentje voor dag, want die moet vanavond werken. Dus dan is het chill als op werk gewoon wat kan opwarmen. Dus ik heb voor dag maar een broccoli aardappelgratin meegenomen. Ik denk dat zij dit heel lekker vindt. Dan heb ik die voor Keer en mij ook. Ik denk dat Keer nu gewoon een beetje gaan delen. En deze vond ik er echt heel lekker uitzien. Dit is volgens mij een soort spinazie ravioli of zoiets. Dus die heb ik meegenomen. Ik ga even lekker wat lunchen slash ontbijten maken. Want ik heb nog niet echt ontbeten eigenlijk. Ik heb een ontbijtje lekker gemaakt. En echt, dit vind ik zo lekker de laatste tijd. En er zit echt heel veel proteïne in. Ik heb dus 4 van die proteïne maiswafels. Dan 4 plakken kipfilet. En dan 2 gekookte eitjes. En hier zit 42 gram eiwitten in. Dus helemaal top. Ik heb er ook nog een flesje bij. Zo'n Hypro flesje. En even lekker opeten. En ik heb dus een nieuwe serie. Die heb ik dus vandaag. Dag en ik houden echt allebei heel erg van NPO-series. Dus ik heb een nieuwe Zwanenburg. En die staat dus echt al best wel lang. Hij is al wat ouder ook. Nou, wat ouder uit 2021. Maar ik vind het zo'n leuke serie. Dus die ga ik ondertussen even kijken en het opeten. En dan ga ik daarna eventjes wat karton. Oh, dat zien jullie niet. Even dit karton naar buiten gooien. Het is vandaag vrijdag. Ik heb het zo koud. Maar ik heb net gesport met Keer. We hadden een full body day. En ik heb daarna eventjes Jonah Juice besteld. Want ik had hier zo mega veel zin in. En bij ons thuis is dit echt binnen 10 minuten bezorgd. Zo te veel. Ik heb een sapje. En dit is de Prince Green. Die vind ik echt heel erg lekker. Met komkommer en ananas. En ja, helemaal healthy. En dan heb ik nog een broodje. En dat is de avocado sandwich. Maar dan zonder avocado. Want ik weet niet. Ik heb gewoon een tijd geleden zoveel avocado gegeten. Dat het echt een beetje mijn neus uitkomt. Ik dacht dus dat Biwa om 2 zou komen. Ik weet niet helemaal waarom. Maar ze was dus om 2 uur klaar met school. En ze komt pas om 5. Dus ik ben eventjes wat pakketjes op de post gaan doen. Dat wilde ik eigenlijk morgen doen. Maar ik dacht, ja, daar heb ik nu toch tijd voor. Dus heb ik eventjes gedaan. En er is een pakketje binnengekomen van de Rice Water Store. Ik ga natuurlijk helemaal mijn healthy haar terug proberen te krijgen. En ze hebben mij dus het haarmasker opgestuurd. 2 zelfs. Dat ik een voorraadje heb. Want echt mensen
Op TikTok zweren echt bij dit haarmasker. Dus ik ben echt zo benieuwd. Kijk, dit is het haarmasker. En ik heb er dus 2 gekregen. Echt mega lief. En het is heel grappig, want op hun website staat dus een hele soort van hair journey. Hoe die vrouw bij dit product is gekomen. En zij had dus net zoals mij heel veel krullen van zichzelf. Is heel veel gaan stylen, is het gaan blonderen, is daarna extension gaan dragen. Nou, dat is natuurlijk precies wat ik ook heb. En toen is ze dus op dit masker gekomen. En heeft het haar dus geholpen om haar weer gezond te krijgen. Dus ik ben hier echt super enthousiast over. En er kwam echt een mega grote doos binnen van Tess V. Maar ik denk dat ik dit nog niet mag laten zien. Want ik mag het pas de 23e op Insta plaatsen. Want ik ga er dus een reels mee maken. Dus ik denk dat ik het dan ook nog niet op YouTube mag laten zien. Maar goed, als het tegen de tijd dat het wel online mag, zal ik die reels anders ook wel eventjes in de weekvlog laten zien. Het is vandaag zaterdag. Dag en ik hadden net de hart afval van ons leven. We stonden allebei buiten en we dachten dat we de huissleutel niet hadden. Maar hij lag nog in de achterauto, gelukkig. Maar ik ga vandaag weer met mijn vader samen voor een auto kijken. Hopelijk hebben we deze keer iets meer succes dan de vorige keer. Want de vorige keer kwamen we natuurlijk aan en toen had hij echt best wel veel schade, die auto. Was niet online te zien en dat was echt super ver rijden. We hebben toen, was in Weert, dus dat was voor ons echt 1 uur en 3 kwartier rijden. Vandaag gaan we in Vlaardingen bij eentje kijken en in Bad Hoeverdorp bij eentje kijken. Het zijn allebei wel dezelfde, alleen er zit gewoon een verschil in aantal jaar, prijs, dat soort dingetjes. Dus we gaan ook gewoon even kijken bij allebei wat beter lijkt of beter eruit ziet. Mijn vader kon me halen, ik zou eigenlijk daarheen gaan. Maar hij kon me gelukkig halen, want het is echt ijskoud buiten en hij is hier om 11:15. Ik ben weer terug thuis van uitkijken met mijn vader. We waren eerst naar Vlaardingen gegaan. Daar had ik ook een stukje gefilmd dat we in die auto gingen rijden. Die was het uiteindelijk niet. Omdat hij was overgespoten. Dus zat er geen krasjes en dingen op. Maar we merkten gewoon aan de voorkant dat hij gewoon een paar stoot had. Aan de achterkant dat merkte hij gewoon aan hoe hij vast zat. En het klopte gewoon allemaal even niet helemaal. Dus die is het niet geworden. Zijn we doorgereden naar Bad Hoeverdorp. En die was eigenlijk echt super mooi. En eigenlijk alles klopte. Alleen er zaten in het dak zaten wat hagelschade, zeg maar. Gewoon hagel wat op het dak is gevallen. Waardoor er een soort putjes in het dak zaten. Ik zal even kijken of ik het kan laten zien. Ik weet niet of je het op camera heel goed ziet. Maar hier heb je wat schade en zo. Dus we zijn een beetje aan het onderhandelen over de prijs. Of we er misschien iets af kunnen krijgen. En hoeveel en alles het wordt als we dat eventueel zouden willen laten maken. Dus het is een kanshebber. Maar het ligt er even aan wat ze gaan zeggen. Want die dakschade had ik natuurlijk niet verwacht van tevoren. Dat stond ook nergens aangegeven. Dus we gaan het eventjes afwachten. Maar ik ben in ieder geval een soort van enthousiast erover. Maar goed, dus gewoon even afwachten. En ja, er staat dus ook de reunie online van Good Luck Guys. Dus ik denk dat ik die ook gewoon eventjes lekker ga kijken. Daar heb ik zin in. Op de bank, even een beetje opwarmen, want ik heb het echt heel erg koud. Er kwam net wel een pakketje binnen van mijn jewelry. Die ga ik even pakken. Er was dus een doosje binnengekomen. Ik wist helemaal niet dat dit binnen zou komen, maar er zit echt iets superleuks in. Het is namelijk een doosje met allemaal sieraden. Allereerst deze oorbellen. En ik vind deze echt heel erg leuk. Van die wat groter met van die smileys. Ik vind het gewoon. Ik kreeg dus in mijn vorige week vlog van iemand de opmerking. Die zei, jij vindt alles leuk voor in de zomer. Dat klopt. Ik hou gewoon van de zomer. Dit vind ik ook weer leuk voor in de zomer straks. Helemaal leuk. Dan een kettingje die ik ook echt heel erg leuk vind. En dat is deze. Er staat love op. Met allemaal verschillende kleurtjes en steentjes. Ook heel erg blij mee. En dan zit er nog een kettingje in. Die vind ik ook heel schattig. Dat is met een slotje en daar staat dan op Le Amour. En met zo'n yin-yang logo. Echt heel erg schattig. En ik heb ook een paar oorbelletjes besteld bij Anna Nina. Die waren in de sale. En die vond ik al een tijdje echt heel erg leuk. En die komen als het goed is vandaag binnen. Ik doe echt net mijn camera weg. Het pakketje van Anna Nina komt binnen. Ik hoop zo dat ze leuk zijn. Ik draag de laatste tijd dus echt nooit meer oorbellen, omdat ik gewoon niet weet wat ik in moet doen. Dus ik hoop dat deze weer eventjes mijn nieuwe personality worden.
helemaal in een schattig zakje. Oh, heel leuk. Het zijn dus van die slotjes. En ze waren dus nu in de sale. Het is toch schattig. En aan de zijkant is die zo met turquoise. Ik ben ook blij dat ze niet zo mega groot zijn. En ik wil eigenlijk nog... Ik heb dus aan mijn ene kant heb ik dus 3 gaatjes. En aan de andere 4. Maar ik vind het dus leuk om in dat 4e gaatje... Oh, dit is heel leuk. Ik vind het dus leuk om in dat 4e gaatje... een knopje te doen. Dus ik ben ook eigenlijk nog op zoek naar iets van een leuk knopje of zo. Oké, ik heb ze ingedaan. Maar ik had dus ook nog andere oorbelletjes van Anna Niele liggen. Deze eerste. Dat vind ik ook wel leuk om dat zo naast elkaar te doen. Helemaal blij mee. Nog even andere leuke erbij. En dan ben ik weer helemaal voorzien. Oh my god. Ik zie er echt geestelijk uit. Sorry. Ik heb met mijn make-up opgeslapen en... Ik moet nog eventjes douchen. Ik heb natuurlijk verteld dat ik gisteren voor die auto ging kijken. En dat ik een beetje twijfelde. Maar ik heb er gewoon met mijn vader over gehad. Even met Sanne over gehad. Even met mijn moeder over gehad. En gewoon goed over nagedacht. En ik ga het gewoon doen. Ik heb hem gekocht eigenlijk al. Ik zat gewoon te denken van... Ik wil niet de allernieuwste auto. Want dat ben ik gewoon nog niet waard. Want zo goed kan ik niet rijden. Maar ik wil ook geen hele oude auto die heel beschadigd is. Dus deze kwam nu uit 2016. Had goed aantal kilometers. Had... Geen zichtbare schade. Dus ik dacht, ja, weet je, ik moet het gewoon doen. Want heel veel auto's uit 2016 zijn en veel duurder. En ik wil er ook niet te veel geld aan kwijt zijn. Omdat ik gewoon weet dat dit nog een beetje een soort van oefenauto voor mij gaat zijn. Dus ik heb hem gekocht. We kunnen hem zaterdag ophalen. Dus dat is volgend weekend. Ik heb echt zoveel zin. Ik ben er zo blij mee. Ik heb dus gisteravond ook al allemaal dingen voor mijn auto besteld. Ik ga het even laten zien. Ja, ik ben gewoon helemaal excited. Heb ik trouwens laten zien welke auto het is? Ik weet het niet. Het is dus een Fiat 500. Een zwarte. Ik had... Ja, de kleur maakte mij dus eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Omdat... Ja, ik vind heel veel kleuren mooi. Dus daar wil ik niet van af laten hangen. Maar het is dus uiteindelijk deze zwarte geworden. Ik ben er zo mega blij mee. Echt, kan niet wachten. Ik heb dus ook gisteren een sleutelhanger besteld. Deze van Ganni. Was in de sale, vond ik heel leuk. Ik dacht, ga ik gewoon lekker kopen. Ik heb bestelling geplaatst bij Bol. Zuignap voor je telefoon in. Ik dacht, dat is wel heel handig. Zo'n dingetje dat je je telefoon kan opladen. Dit om over die sleutel heen te doen. Dan lijkt die sleutel nieuwer. En ook eventjes een oplaaddraadje, een zwarte. En ik had dus een tijdje geleden had ik al allemaal dingen gekocht bij Temu en zo. En dat heb ik toen bewaard. In dit mandje. Ja, jullie zullen me echt voor gek verklaren. Maar ik ga het gewoon laten zien. Ik had dus, ging met Stans' familie toen met kerst gingen we loodjes doen. En op mijn loodje had ik toen autoparfum geschreven van Rituals. Dus die heb ik sowieso al. Dan heb ik een krabber. Dat is natuurlijk winter. Dan dit. Ja, iedereen lacht er echt uit dat ik dit had. Maar ik wil dit helemaal zo lang maken. En dan als je spiegels met water erin, ik weet zo... Ja, ik heb ook allemaal onzin gekocht hoor. Dan dit met nog 2 doekjes, zodat je de binnenkant van je raam kan schoonmaken. Ook helemaal handig. En dit kan je dus op je spiegels plakken, waardoor als er dus water op... Je spiegels komt of regen, dan druppelt het er gelijk af. Dan kan je dus gewoon alles blijven zien. Ook heel handig. Schoonmaakdoekjes voor in de auto. Ik moet nog even andere dingen halen. Andere schoonmaakdoekjes. Ja, ik ben helemaal voorbereid. Ik vind het helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben zo blij. Het is gewoon iets wat ik al heel erg lang de laatste tijd voor aan het kijken was. Eerst vond ik het niet echt per se nodig. Maar steeds vaker dat ik dacht van, oh, had ik nou maar een auto gehad. En ik heb er gewoon zelf voor gespaard. Zelf mijn best voor gedaan. Dus ik ben gewoon heel erg blij dat ik het nu eindelijk ga en kan kopen. Dus ja, helemaal blij. Ik ga eventjes douchen, want ik moet echt mijn haar wassen. Ik heb al een paar dagen niet gewassen. En eventjes een beetje mijn kamer opruimen. En verder ga ik vandaag niet heel veel bijzonders doen. Ik wacht eventjes op dat mailtje van die man. Want dan moet ik alvast een aanbetaling doen. En dan gaan ze hem komende week helemaal klaarmaken voor mij. En... ze gaan hem nog door de APK laten keuren. Zodat dat ook gelijk gedaan is voor het komende jaar. Ze gaan hem helemaal schoonmaken. Dus ja, zaterdag kan ik hem ophalen. Ah,
zoveel zin in. Oh my god, het is ook zo raar om te beseffen of zo. Ik kan het ook nog niet echt beseffen, maar goed. Ik heb eventjes snel gedoucht en mijn haar gewassen. Want ik had natuurlijk laten zien dat ik van de Rise Water Store deze maskers had gekregen. Dus die ga ik eventjes uitproberen. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Je moet dus eerst je haar gewoon normaal met shampoo wassen. Dan doe je het masker in. Laat je het ongeveer een half uurtje intrekken. En dan was je het er daarna weer uit. Dus ik heb eerst eventjes twee keer mijn haar gewassen met Olaplex. En ik heb nu dit masker. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga eerst eventjes een beetje voorzichtig mijn haar doorborstelen. Ik ga mijn masker erin doen. Ik ga denk ik even in twee delen verdelen. En ik doe het masker gewoon door heel mijn haar. Dus aanzet. Dus en bij de aanzet en door de punten heen. Omdat ik heb dus eigenlijk van mezelf heel veel krullen. Dus dat haar kan wel wat verzorging gebruiken. Ik weet niet hoeveel ik moet doen, maar ik zorg gewoon dat al het haar helemaal goed ingemaskerd is. Mijn haar is echt al wel een stukje gegroeid sinds dat ik mijn extensions eruit heb gehaald. Maar ik stel het natuurlijk nu ook niet heel veel. Nu ga ik wel toevallig woensdag foto's maken met Rosa in de Bayou Studio. In de studio die Bayou dus ook verhuurt. Hij heet anders. Ik zal het wel eventjes in beeld zetten. Maar daar gaan we dus woensdag foto's maken. Dus dan wil ik eigenlijk wel mijn haar stylen. Maar dat ga ik denk ik ook gewoon lekker doen. Niet heel veel pakken voor de bovenste. Want ik wil niet dat mijn haar te vet wordt natuurlijk. Ik weet niet hoe vet je haar hiervan wordt. Ik ga ook die voorste plukken. Want die zijn er ook echt niet best aan toe. Oké, okay, eigenlijk kerstjes doorheen met die borstel. Zodat het een beetje goed verdeeld overal. Oké, okay, dan ga ik denk ik gewoon even een knotje doen. Zo. En ook nog een heel klein beetje hiervoor extra. En laat ik dit even een half uurtje zitten. En dan ga ik weer onder de douche om het uit te spoelen. En ik denk daarna wel gewoon conditioner in mijn haar. Ik weet even niet, maar ik denk het wel. Ik zag dat ik deze week nog niet had afgesloten. Dus dat doe ik bij deze eventjes. Gisteren natuurlijk dat masker in mijn haar gedaan. Dat zagen jullie als laat. En mijn haar is zo lekker zacht. Echt, ik ben heel erg benieuwd wat het qua haar groei gaat doen. Want ze zeggen dus ook dat je haar er echt sneller door gaat groeien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik ga bij deze lekker de week vlog afsluiten. Ik heb deze week niet heel veel buiten de deur gedaan. Vooral veel thuis gewerkt en dat soort dingetjes. Het was ook echt totaal geen lekker weer om naar buiten te gaan. Als het nog een beetje leuk vond, volgende week wordt heel erg leuk. We gaan een dagje met Rosa naar de Bayou Studio om dus content te maken. We hebben het afscheidsfeestje van Biep. En ik ga mijn auto natuurlijk ophalen. Dus daar heb ik er heel erg veel zin in. En ik hoop jullie ook. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog.